De inclusiviteit van de stad. Ja. Waarbij je zegt, hoe zorg je ervoor? Want zo gingen we terug naar, naar Mostar. Ja. Uh, ook de, de verschillende bouwstijlen waar we het over hebben gehad, waar, we niet, waar ik je niet verder op zal bevragen. Maar um, uiteindelijk staat het ook, is het ook kenmerkend vaak voor, voor uh, de dominant, politieke dominantie in een bepaalde mm -hmm. uh, tijd. Ja. En eigenlijk zeg je, ja, steden moeten inclusief zijn. Ja. En daarin moeten mensen zich vertegenwoordigd zien. Ja. Voor welke uitdagingen zijn we nu gesteld? Um, en hoe kunnen Nederlandse steden, waar moet dat, hoe kan dat inclusiever? Ook in de manier waarop we bouwen. Ja, nou, echt wel een enorme uitdaging. Ik denk dat wonen is een van de grootste uitdagingen. Uh, dus um, dat verschillende groepen mensen, arm, rijk, oud, jong... Um, in, uh, in de stad kunnen blijven wonen. Dat is natuurlijk een enorme opgave waar we voor staan. Dat heeft denk ik ook heel veel met inclusiviteit te maken... Uh, publieke ruimte. Mm -hmm. Ook een enorme uitdaging. Hoe zorg je voor um, veilige uh, publieke ruimtes um, die ook aanspreekbaar zijn voor die verschillende groepen? Um, en waar consumeren niet het, uh, het einddoel is, zoals je vaak ziet. Um, dus dat, dat is een enorme uitdaging. Um, een andere grote uitdaging is dat je ziet dat... St grotere steden, um, daar is een enorm woningtekort, er moet veel bijgebouwd worden. Um, dat gebeurt vooral in, um, in gebieden rondom het centrum, waar eigenlijk al bestaande sociale structuren zijn, dat zijn vaak uh, wijken die opnieuw heringericht worden ja. um, en het zeg maar iets, iets nieuws maken, iets vernieuwen. Um, en tegelijkertijd rekening houden en samenwerken met die bestaande sociale structuren, met bestaande bewoners. Bestaande bewoners ook een plek geven zodat ze een wooncarrière kunnen maken. Uh, dat is een enorme uitdaging. En ik denk ook een andere uitdaging, maar dat gaat echt vooral over het vak architectuur. Is dat binnen ontwerpbureaus, binnen opdrachtgevers, ontwikkelaars, investeerders, dat binnen in die groepen. Uh, dat daar een veel betere uh, representatie is van de samenleving, van de mensen die er werken. Uh, omdat dan ook veel betere en veel inclusievere keuzes gemaakt kunnen worden. Ja, dus dat, dat okay. is een beetje zo. Nee, uh... Uh, het, zijn, het zijn heel veel punten. Laten we, laten we eens beginnen met gentrificatie. Want ja. daar had je het eigenlijk over. Hè? Dat is het idee dat uh, zeker de oude stadswijken, ja. uh, daar komen uh, steeds meer juppen wonen. Ja. Uh, of dat is in ieder geval de twee verdieners, mensen met een goed hoog opgeleid, met een goed inkomen. Uh, en die langzamerhand zie je dat huizenprijzen daar omhoog gaan en dat de oorspronkelijke bewoners worden, worden weggedrukt. Dus ja. Dat moeten we voorkomen. We moeten zorgen dat iedereen een plek in die stad houdt. Ja. In hoeverre houdt dat verband met jouw vak, namelijk architectuur en, en bouwen. En in hoeverre houdt dat verband met beleid van van een overheid om ervoor te zorgen dat woningen betaalbaar blijven? Beide. Um, ik denk dat, kijk, als architect uh, neem je opdrachten aan. Um, en ik denk dat als architect. Um, ja, moet je geen, uh, geen slaaf zijn van je opdrachtgever? Je moet kritisch blijven. Je moet, uh, je moet onderzoeken ja, van welke systemen maak ik deel uit door hier aan mee te doen. Als ik met deze opdrachtgever in zee ga, wat betekent dat dan? Uh, ben, en ook eigenlijk om, om, uh, om iemand te quoten... Adiola en Ikbokan uh, zijn omgevingspsycholoog. Zij zegt altijd: van... Uh, um, ben je een architect of ben je een uh, burger? <laughs> um, en uh, ja, en welke, welke rol neem je aan op het moment dat je werkt? En ik, maar hoe, ja. kan je, hoe kan je die gentrificatie? Hè? Dus, dus wat we zien, die prijzen, huizenprijzen gaan enorm omhoog. Nou, dat proberen we als overheid, laat ik even van mijn kant spreken, als overheid proberen dat te voorkomen. We zeggen een huis is om in te wonen, niet om geld mee te verdienen. Ja. Dus als jij uh, meerdere huizen wil, ga je meer belasting betalen. Ja. Om het onaantrekkelijk te maken dat allemaal huisjesmelk zit gaan opvouden. Ja. En dat we die, die huizenprijzen enorm ja. gaan. Uh, gaan opdrijven. Ja. We zien dat ook um, uh, hele rijke Russen en mensen uit Qatar denken, nou dat is Amsterdam, superleuke stad, daar wil ik wel even een klein ja. optrekje hebben. In Londen zie je dat in nog veel extremere mate. Daar investeer ik mijn geld in. Dus ja. dat, hoe we, dat we het onaantrekkelijk maken, dat vastgoed of mm -hmm. woningen, ja. dat woningen woningen zijn en geen vastgoed hè? Ja. Waar, waarmee waarin je kan investeren. Ja. Dat is iets aan onze kant. Is er ja. ook iets in de manier van het inrichten van, van wijken en stedelijke gebieden? waarop je uh, die gentrificatie kan voorkomen? Bijvoorbeeld Noord, in, in Noord speelt dat mm -hmm. nu uh, heel heftig. Zijn er manieren waarop je dat kan voorkomen vanuit jouw vakbezien? Ja, maar dan... Uh, ik denk wel echt dat het bij, bij beleid uh, begint. Kijk, het enige wat je als architect kan doen is... Wil jij ook nog thee trouwens? Nee, dank je. Nee. Ik heb uh, maar water. Maar wat je als architect kan doen... is kritisch zijn naar je opdrachtgever of nee zeggen bijvoorbeeld... Maar als je kijkt um, naar wat er veel gebeurt, zoals zo'n wijk als Amsterdam Noord, wat trouwens in heel veel wijken gebeurt in Nederland, is dat er gezegd wordt van hier is een groter percentage uh, sociale woningbouw of een groter percentage met mensen met een lager inkomen. Nou, we gaan dat in balans brengen. En de balans betekent eigenlijk dat er dus veel meer uh, midden- en hoge inkomens uh, moeten komen wonen. Uh, dus er worden appartementengebouwen gemaakt, woongebouwen. Uh, waar dus uh, mensen met hoger inkomen komen te wonen? Uh, terwijl er vaak ook vanuit de architecten uh, niet genoeg onderzoek wordt gedaan naar oké, okay, als we dus iets nieuws erbij bouwen voor een hele andere groep, hoe sluit dat qua architectuur, qua publieke ruimte? Hoe sluit dat aan bij uh, de bestaande uh, sociale structuren, bij bestaande bewoners? Zullen bestaande bewoners, zullen, zi zullen zij zich welkom voelen. Gaan we woongebouwen maken die gesloten bouwblokken zijn, waar we binnenin als bewoners een mooie groene ruimte hebben die we niet met de rest van de wijk willen delen? Of gaan we dat blok openbreken, zodat het ook toegankelijk is voor uh, ja, andere bewoners? Dus dat, dat is een voorbeeld. Zeg je eigenlijk dat er komen soort van enclaves worden er vaak gebouwd in oude wijken. Bijna die, een soort die, gated communities. Gated communities die ja. niet openstaan ja. voor de rest van de wijk. En Precies. dan heb je van, 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 van dat samenbrengen of ja. het, 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 het diversificeren van zo'n wijk... wat op zich niks niet verkeerd is... Ja. Uh, dat, dat lukt dan niet. Dan, hou je, nog steeds, dan ja. hou je nog steeds die gescheiden werelden. Ja, ja. en het gaat ook heel erg... Het gaat, zit in het ontwerp, maar het zit ook in het programma binnen het gebouw. Dus bijvoorbeeld de onderkant van de gebouwde plint... is dan vaak een publiek programma, um, maar vaak commercieel. Dus het zijn dan cafeetjes of werkruimtes... die ook heel erg, er vaak heel erg um, ja, een soort van trendy Uitzien die vaak niet, niet zoveel te maken hebben met wat er in de wijk dan nodig is. Koffiebar waar je alleen maar havermelk in je cappuccino kan krijgen. Precies, Om ja. Om even te chargeren. Ja, ja. ja. ja maar ook de, de namen van die plekken zijn ja. vaak een beetje soort van Engelstalige namen. Ja. Of de gebouwen zelf krijgen namen zoals de Haxton. Um, <laughs> heel vaak eng worden er soort Amerikaanse namen gebruikt. In Rotterdam zie je bijvoorbeeld een trend... Dat heel erg wordt verwezen naar uh, New York, naar Brooklyn, naar dus voor Brooklyn aan de Maas. Um, en dat soort, dat, dat is gewoon marketing. Um, waarmee je een bepaalde doelgroep aanspreekt. Precies, ja, en er worden natuurlijk door architecten die maken, dat heet rendering, zijn een soort beelden, collages. Die voorstellen hoe die. die verbeelden eigenlijk hoe die wijk mm -hmm. of die plek eruit komt te zien. Daar zijn mensen op te zien. En de mensen die dan erin gefotoshopt worden, zijn eigenlijk ook altijd uh, ja, de witte. Ja, beetje, ja, eigenlijk de, de juppen, witte, beetje hoogopgeleide, jonge mensen. Um, ja, die, die totaal ja, nee, niet zoveel te maken hebben met die bestaande buurt. Dus het zit eigenlijk heel impliciet in de hele wijze waarop zo'n buurt... Uh, hoe je met die herstructurering, uh, herstructurering ja. omgaat. eh um, uh... Als je het hebt over de plint, hè? ik vind het heel leuk, want ik, ik, dat vind ik het leuk aan deze podcast. Je leert allerlei begrippen die ik niet mm. eerder kende. Bij een plint, denk ik, wat hier aan de muur zit. Ja. Wat jij bedoelt, is de, de onderste laag van gebouwen, Precies. daar zitten vaak de winkels in. Ja. Uh, en ik denk gelijk, ja, om, om überhaupt dit soort projecten rond te krijgen. Uh, om dat te financieren, mm. uh, is de, da, da, daar, zit, daar zit geld in. Ja. Dus, dus daar heb, dat hebben ze nodig om zo'n project rond te krijgen, om te ja. kunnen bouwen. Ja. Dus zet je daar winkels in. En de mensen die, degene die het meeste voor kunnen betalen, zijn ook nog vaak ketens. Als je het ja. hebt over commercialisering. Ja. Gewoon de, de, de ketens die, die we allemaal kennen. Ja. Uh, en jij zegt dat moet ook publiek, publieke ruimte zijn. En het moet diverser zijn. Dus ja. er moeten ook winkels in zitten die, ja. die, die, waarin de verschillende doelgroepen zich, ja. uh, uh, zich herkennen. Ja. Dat, 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 dat betekent fors ingrijpen in, in hoe de markt selecteert wie daar, uh, wie daar komt. Wie staat is, ja. is dat? Ik denk uh, zeker van de overheid, mm -hmm. van gemeentes, uh, verantwoordelijkheid van uh, een projectontwikkelaar. Um, ik denk dat daar best wel regels voor gemaakt mogen worden. Kijk, als je bijvoorbeeld een woongebouw maakt voor Hoge en middeninkomens, dan wordt er echt wel genoeg verdiend aan zo'n gebouw. Het is niet zo dat, uh, dat een ontwikkelaar daar nou verlies op draait of zo, of een, of een investeerder. Dus het is, dan zou je als stad kunnen zeggen, bijvoorbeeld als gemeente, nou als je zoiets maakt, moet je echt iets teruggeven aan de buurt. Het zou gewoon een regel kunnen zijn. Uh, dus dan ga je onderzoeken wat, wat, welke behoeften zijn er dan in die buurt en wat kunnen we daadwerkelijk toevoegen. Ja, en eigenlijk, maar wat ik jou hoor zeggen is, het gaat niet alleen over wat je teruggeeft in de buurt. In een speeltuin, want volgens mm. mij, dit zijn van die afspraken die al vaak worden gemaakt. Ja. Een speeltuin of het opknappen van de openbare ruimte... Ja. of stoeptegels ja. die loslagen. Ja. Maar het gaat ook over wat voor uh, bedrijven komen er in zo'n buurt. Zorg je ja. ervoor dat het toegankelijk is ook voor kleine bedrijfjes? Of voor, uh, Precies, omdat uh, het voor werkgelegenheid, voor werkgelegenheid zorgt. zorgt. Ja. Ja. Ik denk en dat, dat, dat soort dat... afspraken worden te weinig gemaakt, zeg jij? Worden echt veel te weinig gemaakt, ja. ja. En dat, dat kan je gewoon hier in, in Amsterdam al... in verschillende buurten kan je dat zien. In Noord uh, zie je dat... Je ziet het in uh, West, nou ja, kijk naar de Zuidas en wat daar allemaal voor nieuws uh, wordt gebouwd. En het is allemaal hetzelfde. En dan zie je die, die woontorens en dan denk je, het maakt eigenlijk niet zo uit, zo uit of ik nou hier sta of in Londen of in Parijs of in Hamburg of Kopenhagen. Het ziet er echt allemaal hetzelfde nee, maar daar uit. Maar begon daar begonnen we over, hè? dat je zei, ja. dat heeft, heeft weinig identiteit, geen ja. verwijzing. En eigenlijk, je zei, ik heb er geen oordeel over. Uh, maar ik heb het idee dat je er wel een oordeel over hebt. Ja, nee, ik heb er wel een oordeel over. <laughs> ja, zeker. <laughs> Wat ja. vind je daarvan? Ja, ik vind het uh, heel fantasieloos ja. eigenlijk. Fantasieloos van de architecten. Ik vind het ook niet, um, ja, het heeft geen lef, geen durf. Ja, heb dus... je voorbeelden van, van moderne architectuur waarvan je zegt: ja, hier is echt rekening gehouden met de plek waar het staat? Um, jawel. Ja, ik, nou, ik heb een paar dingen opgeschreven die ik dacht, dat ga je zeker vragen. Maar bijvoorbeeld het Forum in Groningen. Ja? Um, dus een, een nieuw publiek gebouw, midden in de stad. Uh, ook tussen allemaal historische gebouwen. En het forum, wat er eigenlijk een soort cultuurgebouw, wat er eigenlijk als een soort ijsblok uh, bovenuit steekt. Uh, maar dat, dat gebouw is, nou, als je er naar kijkt qua esthetiek, ziet er heel uh, modern uit. Um, maar tegelijkertijd is het programma binnenin is heel divers. spreekt verschillende doelgroepen aan. Oud en jong. Um, je kan er uh, gratis naar binnen. Uh, voor bepaalde dingen binnenin, zoals een bioscoop bijvoorbeeld... moet je wel betalen. En wat ik daar ook heel mooi vind, is dat het interieur is niet... Uh, nou, zoals wij in de architectuur zeggen, hufterproof uh, gemaakt. Mm -hmm. uh, dus zodat het... Het is echt een hele lelijke interieur. Zijn dat vaak die, die niet zo makkelijk uh, onderhoudsarm? Hè? Precies. Van betonnen stoeltjes, betonnen ja, banken. Precies, ja, ja. ja. Maar ze hebben echt wel kwalitatief uh, mooie. Thuis noemen ja. wij dat peuterbestendig. Ja, nou precies. <lacht> <lacht> um, dus dit, ja. En, en ook ik sprak daar uh, de directeur. En die zei: Van nou, als hier een dakloze binnenkomt. dan mag dat gewoon. Die, die wordt niet zomaar weggestuurd. Dus jij zegt: Dat is nou een uh, voorbeeld. Maar dan hebben we het over. Dan hebben we het over het programma, ja. hè? van zoals je dat dan noemt, en, en ja. welke functies het heeft. Ja. Maar esthetisch, hoe vind je dat het past in de omgeving? Want als ik het, het forum, ik, ik ken het forum, ja. ik ben er regelmatig geweest. Het is niet dat ik denk, nou, dit is nou een, een gebouw wat ik echt vind passen in deze omgeving of wat echt specifiek is voor Groningen. Nee, nee, maar het is, dat is wel... Heb ik wel met het museum wat in Groningen staat. Ja, ja, ik kan me voorstellen. Maar wat wel met het forum was dus dat dus de hele stad mocht meestemmen. Ja. Um, dus mensen hebben dat gebouw echt gekozen, de ja. bewoners. Um, dus in die zin vind ik het eigenlijk wel bij passen. Um, oké. Okay. Dus je vindt een voorbeeld van democratie en hoe, hoe iedereen meebeslist. in dat het een democratisch gebouw is. Ja. en wie er allemaal binnen, ja. binnen kunnen komen. Ja. En dat het je niet op basis van portemonnee is. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Heb je nog andere voorbeelden? Ja, uh, het Van Beuningenplein. Uh, ja, dat, hier in Amsterdam? Dat ken ik niet. Uh, dat is in de. Um, ja, dat is in, in, in Oud-West. Ja. Um, vlak Vlakbij Westerpark. Ja. En dat is een plein die is. Dat is eigenlijk wel een heel bijzonder verhaal. Uh, er, er, er parkeerden daar eerst heel veel auto's. En de gemeente had een hele tijd lang. Uh, heel veel parkeergelden hadden ze opgespaard. Om een parkeergarage ondergronds te maken uh, voor 200 auto's. Uh, daarboven hebben ze een nieuw plein gemaakt. Um, en het is eigenlijk een soort huiskamer voor de buurt. Um, en je kan er uh, skaten. Uh, er staat een soort uh, paviljoentje waar uh, kinderen gratis uh, um, van die speeltoestellen en dingen uh, kunnen huren. Um, je, kan er, uh, je kan er iets kopen, maar je kan ook gewoon op de bankje zitten en je eigen broodje meenemen. Um, er is één keer per week een verloskundige en lactatiedeskundige aanwezig voor jonge moeders. Um, nou, het bedient zeg maar heel veel verschillende groepen. En esthetisch gezien is het een nou echt een heel tof soort betonnen, skate-achtige plein uh, met, een, uh, met een dak, wat niet echt een dak is, maar alleen maar de, de constructie van een dak. Dus het is ook niet, niet daadwerkelijk overdekt. Uh, en oude, populiere bomen die hebben ze laten staan, die, die zitten er dan zo tussendoor. Um, nou, gewoon echt heel, heel goed over nagedacht: van wie bedienen we hier nou mee? En hoe kunnen we mensen met verschillende portemonnees ook uh, bedienen? Dus een hele, inclusieve, een hele inclusieve ruimte die daar ja, is. Ja, uh, precies. En, is. en ook vooral nu in de tijd van corona ja. zie je dat dit, het, dit dus echt werkt. Uh, en dat, er echt heel, dat het heel belangrijk is om dit soort plekken in de stad te hebben... waar je niet uh, ja, hoeft te consumeren, waar je buiten een fijne ruimte hebt. Um, ja. Ja, waar je ook heen kan zonder koffie te moeten bestellen. Precies. En waar je kan zitten. En ja, je... Precies, ja. ja, Ja. Welke plek moet dit anders? Heb je een plek in je hoofd waarvan je zegt... als ik daar toch de opdracht van zou krijgen? Dat zouden dat zou Dan gaan we ze even helemaal anders doen. Ja, wat ik heel graag zou willen doen is sociale woningbouw. Ja. Dat zou ik heel graag willen. Um, ik heb niet echt een plek in gedachten, hoor. Maar dat is wel iets waar, waar ik in zou willen duiken... om te zien hoe werkt het nou precies. En wat zou je en... daar willen dan? Nou, ik zou willen na, vooral nadenken over hoe kan je een hogere kwaliteit van wonen uh, bereiken uh, dan wat er nu uh, wordt bereikt. Uh, en dat is natuurlijk lastig, dat heeft ook heel veel met beleid te maken, want uh, corporaties uh, ja, die, die functioneren nu heel anders uh, dan, uh, nou ja, dan voor de crisis. Um, je hebt natuurlijk de verhuurdersheffing uh, die ja. nog steeds speelt. Uh, dus er, het is gewoon heel moeilijk voor corporaties om... Uh, goede kwaliteit woningen te bouwen, uh, sociale woningbouw, terwijl dat gewoon wel echt heel erg nodig is in Nederland. Deze podcast wordt, uh, we nemen hem nu op, maar hij wordt uh, op een later moment uitgezonden. Ik kan het je nu alvast wel een kleine scoop geven. We hebben samen met de Partij van de Arbeid onderhandeld over uh, uh, extra geld voor wijken okay. en uh, herstructureringen daar. Ja. En daar komt een uh, heel mooi bedrag voor vrij, voor 16 okay. gebieden in, uh, in Nederland. Ja. Uh, bijvoorbeeld voor Amsterdam zuidoost En okay. uh, ook hier in uh, Amsterdam. Uh, Nieuw-West, zeg ik yeah. even uit mijn hoofd. En nog veertien nog andere gebieden. Om juist die, die, de, de kwaliteit van de woningen te verbeteren. De publieke ruimtes. Mm. En, uh, dus daar, oh, ben ik, daar ben ik heel, heel enthousiast. over. kan je gewoon. Dat is echt groot, groot geld waar je echt, echt heel veel mooie dingen mee. Uh, wat fijn. Heel veel mooie dingen mee kan doen. Hoe het nu in Nederland. als je naar architectuur kijkt. Nieuwe architectuur is. wel echt bijna een soort gevolg van beleid. Uh, ook esthetisch. Hè? Dus er wordt. Uh, er is een bepaald budget, er is een bepaalde ja. stijl uh, en, uh, nee, ik denk dat beleid uh, heel veel invloed kan hebben op bijvoorbeeld dat zoiets wat jij net noemt kan ontstaan, dat ja. daar ruimte voor is. Ik zie je we willen gewoon voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Ja. Ik zeg heel vaak tegen mij, moet je je voorstellen dat de bestuurders dat toen het Rijksmuseum werd gebouwd of het uh, centraal station hier in deze stad uh, of het Vredespaleis, ja. als we toen hadden gekeken naar wat kunnen we dit binnen 16 jaar afschrijven? Ja. Hadden we nooit dit soort, dit soort pareltjes van gebouwen gehad? Nee, precies. Gehad, ja, ja. Waar we nog steeds met plezier en iedereen met plezier naar kijken... Ja. en met bewondering van wauw, ja. wat is dit? Ja. ja, en daarom is het misschien ook belangrijk... dat die ruimtelijke opgave ook veel meer nationale opgave wordt... en ja. niet uh, als verantwoordelijkheid wordt afgeschoven... op gemeentes okay. of provincies. En... Wij zijn er in ieder geval heel erg voor. Het staat ook in ons adviesprogramma. Ja. Ja. Uh, want vooral, hè, dat was een planningsministerie... Ja. Ik zeg altijd, Nederland is een soort van stadstaat. Uh, dus, dus laten we niet doen alsof wij zo groot zijn als Duitsland. Mm. Uh, en dat betekent dat we zo'n klein land dat je wel ja. iets meer centrale planning moet hebben op, op waar komen, waar komt wat. Ja. Maar met heel veel ruimte voor, voor lokale inbedding, omdat ik echt niet weet ja. wat, wat een wijk hier in Amsterdam nodig heeft. En nee, precies. Ik denk ja. dat de bestuurders hier, zoals Femke Alsum, onze burgemeester, dat die dat veel beter weet. Mm. Uh, maar die, die mix, landelijk ja. gebeurt er eigenlijk. Uh. Ja. Dankjewel ja, voor je tijd. Jij ook. Ontzettend bedankt. Ja, jij uh, ook. Veel succes met alles. Dankjewel.